NOS on Tour, de naam zegt het al een beetje. De NOS is op tour door Nederland. We gaan naar middelbare scholen, zoals hier dus. Zoals hier bij het Olympus College in Arnhem. En daar leggen we uit hoe je een radio- of televisieonderwerp maakt. Dit is de eerste van 20. Wat is jullie doel hiermee? Nou, dit jaar de eerste van 20. We hebben het afgelopen jaar ook heel veel gedaan. En wat wij willen bereiken is dat jongeren leren nadenken over hoe je een nieuwsonderwerp maakt. Wat daarvoor komt kijken. Met andere woorden, als je iets leest of ziet op internet of op radio of televisie, waar dan ook, leest, ziet of hoort, dat je nadenkt, waar komt het vandaan? Wordt er een antwoord gegeven op mijn vraag? Wat zijn de bronnen? Is er gecheckt en gedubbelcheckt? Kortom, niet alles aannemen, slikken voor zoet de koek, maar proberen na te denken over wat je leest. Nou, zodat we een beetje kunnen overbrengen, dan zijn we heel blij. Wat vind je ervan? Ja, heel leuk. Het is een hele nieuwe ervaring en nu kunnen we verschillende meningen uitwisselen en nu weten we hoe het nieuws gemaakt wordt. Dus het is een hele nieuwe ervaring en het is echt heel mooi om dit mee te maken. Wat ga je doen vandaag verder? Wij gaan zelf nieuws maken. We hebben twee verschillende groepen, de radiogroep en de tv-groep. De radiogroep gaat radio maken en de tv-groep gaat tv maken. En die groepen zijn nu bezig met de planning en uiteindelijk gaan we op pad. Denk je dat het je stimuleert om misschien de journalistiek in te gaan? Ja, ik denk het wel, want nu weet je wat je moet doen en nu kan het je prikkelen, want voorheen wisten we er nog niks van.